Hoi allemaal, heel super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en vandaag heb ik voor jullie weer een mega leuke Zara shopblog. Ik heb namelijk weer van alles besteld. Ik heb hier de doos liggen of staan met alle items die ik heb besteld. Zoals ik al zei, ik heb best veel dingen weer besteld. Ik heb voornamelijk deze keer heel veel basics en zo besteld. Want de Zara had weer zo'n mega leuke collectie. Maar wel wat basicere collectie dan eigenlijk normaal, vind ik zelf. Dus ik heb voornamelijk basic items besteld. Maar ik ga jullie in deze video alles laten zien. Dus ben je benieuwd wat ik deze keer heb besteld bij de Zara? Doe dan zeker even je blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan gaan we nu snel beginnen met de shopblog. En ik moet zeggen, het is eigenlijk best wel een lange tijd geleden sinds dat ik voor het laatst bij de Zara heb geshopt. De laatste keer dat ik heb geshopt bij de Zara was voor de sale. Dus ja, best wel leuk weer. En ik ga gelijk ook nog even beginnen met een item van de sale. Namelijk een mega gave jas. Deze vind ik zo mega vet. Zoals ik al zei, de Zara had nog best wel veel sale online, maar ook in de winkel. Ik ben namelijk gisteren in de stad geweest en de hele winkel hing gewoon eigenlijk bijna nog vol met ja, sale. Dus ik heb natuurlijk ook nog wel iets geshopt, want dit jasje kon ik gewoon niet laten liggen. En deze was nu zoveel afgeprijsd dat ik dacht van, ik ga hem gewoon lekker bestellen. Dit is namelijk het jasje wat ik heb besteld. Deze komt ook van de mannenafdeling. Het is dus een soort crème witachtig leren jasje. Dat vind ik zo vet. En dan heeft hij dus hier een soort geborduurde tekst staan of zo. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er eigenlijk op staat. Maar ik vond het gewoon zo vet. En op de achterkant heeft hij dus ook nog allemaal dingetjes staan. Allemaal een soort van... Dit is ook van leer trouwens. Dat had ik eigenlijk nog niet gezien. Maar oké, super gaaf. Ik vind deze kleurencombinatie heel vet. Gewoon beige met dan blauw en oranje. Ik vind het gewoon super vet. Ook voor de lente en de zomer. Dit is gewoon echt een perfect jasje. Doe er gewoon een witte top onder. En dan ben je gewoon helemaal klaar. Een spijkerbroek, sneakers. Ik zag het gewoon echt al helemaal voor me. En zoals ik al zei, deze komt dus van de mannenafdeling. Mijn zusje had deze namelijk toen al besteld in het begin van de sale. Maar toen kostte die nog 50 euro. Volgens mij kostte deze eerst 70 euro. Ja. Eerst kostte die 69,95 euro, toen kostte die 50 en nu was die nog maar 20 euro. En ik vond hem zo gaaf. Ik ben echt een jasjespersoon in de lente en de zomer. Ik hou van allerlei verschillende soorten jasjes en ik had nog helemaal niks wat hierop leek. Dus ik dacht, dit is gewoon perfect. Dus deze vind ik echt mega leuk. Ik zal hem ook nog even open ritsen. Kijk, zo ziet hij er namelijk aan de binnenkant uit. Hij heeft ook nog een binnenzak en verder heeft hij sowieso ook nog zakken aan de buitenkant. Ik vind hem gewoon echt super gaaf. Deze heb ik in een maatje S en dit is de productcode. En dan gaan we nu door met alle basics die ik heb besteld. Ik heb namelijk echt heel erg veel basics besteld. De Zara had dus op het moment ook echt bijna alleen maar basic dingen in de collectie. En ik heb dus als eerste deze welbekende bodies gekocht. Op het moment zijn deze echt super populair. Op TikTok zie ik ze ook echt iedere dag weer voorbij komen. Dus ik heb ze zelf ook nu besteld. Ik heb deze volgens mij ook al een keer gepast in een pashokken shopper video. En toen had ik spijt dat ik ze niet had gekocht. Dus ik heb nu drie verschillende kleuren gekocht. En ze hebben er volgens mij in totaal vier. Maar ik vond deze drie kleurtjes het leukste. En ik dacht, ik ga eventjes kijken dadelijk welke ik dan wil houden. Ik heb als eerste gewoon de basic zwarte besteld. Kijk, het is eigenlijk gewoon een heel simpel topje. Het heeft een heel lekker zacht stofje. Het voelt eigenlijk een beetje aan als een soort sportstofje. Zoals hoe een legging ook aan zou voelen, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel fijn. En verder loopt hij dus zo uit als een body. Maar het is niet per se een stringmodel, maar ook niet per se echt nog een hipster. Het is nog best wel... Ja, ik denk niet per se dat je echt de randjes gaat zien in je broek bijvoorbeeld. Want dat vind ik bij bodies dus altijd zo ja, wat minder mooi. Maar ik denk dat dat bij deze niet is. Maar dat ga ik natuurlijk wel heel eventjes testen. Maar dit is dus de zwarte. En dan heb ik hem dus ook in het wit. Dat is namelijk deze. En nu kun je ook het model van de body iets beter zien. Hij heeft gewoon zo'n mouwtjes en zo zit hij aan de onderkant. En de achterkant is gewoon heel basic. En de onderkant sluit door middel van die knoopjes. Kijk. Ik zal het even uithalen. Ik vind het altijd echt zo raar voelen. Het zijn ook plastic knoopjes. Dus dat is de witte. En dan hebben we als laatste nog de groene. En ik denk dat dit wel mijn favoriet is. Of de zwarte. Ik vind deze kleur groen echt zo mooi. Ik vind het ook heel leuk bij mijn haarkleur staan. Maar dit is dus de groene. Die is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de rest. Maar dit stofje, jongens, echt als jullie dit konden voelen. Het is zo mega zacht. Kijk, ik had het ook een beetje van dichtbij laten zien. Maar echt heerlijk stofje. En al deze bodies heb ik in een maatje S en kosten 17,95 euro. Dan ga ik door naar nog twee mega leuke topjes. Ze zijn dus ook echt weer van die basic topjes. Het zijn namelijk van die cropped topjes. Ik heb als eerste hier de grijze. Ik vind dit zo'n leuke grijze kleur. Het is een beetje een soort anthraciet kleur grijs of zo. Kijk, het valt echt wel een beetje als een crop topje. Het stofje voelt ook echt weer super lekker zacht. Het is niet hetzelfde stofje als de bodies die ik net liet zien. Dit is wel meer een soort katoenachtig stofje.
Maar dit is toch altijd handig om te hebben. Dit komt gewoon altijd van pas, denk ik. En ze hadden hier ook weer verschillende kleuren van. Volgens mij ook nog een zwarte en een crème beige-achtige kleur. Ik heb verder ook de witte. Of dit is eigenlijk meer crème. Dus meer vanille-achtige kleurtje. Want deze vond ik ook echt ja, altijd handig om te hebben. Dit is gewoon een basic. Zo ziet het eruit. Ik denk dat deze bijvoorbeeld ook heel leuk is onder die jas die ik in het begin liet zien. Maar het is echt gewoon heel simpel. Maar ja, basics zijn gewoon altijd fijn om te hebben. Want dat kun je natuurlijk het hele jaar doordragen en stylen. Deze waren ook echt super goedkoop. Ik heb ze allebei in een maatje S en ze kosten €12,95. En dan gaan we door naar een mega gave joggingspak. Dit is echt het welbekende joggingspak van de Zara. Ze brengen deze ook echt iedere collectie weer uit in nieuwe kleuren. En in de zomer hebben ze ook altijd wat fellere kleuren. Volgens mij zijn er nu ook nog steeds een aantal joggingspakken in de sale. Ik heb deze zelf ook in het lichtblauw. En die draag ik echt zo mega vaak. En nu hadden ze dus een nieuwe kleur uitgebracht. Namelijk anthracietgrijs. Ongeveer hetzelfde kleurtje als wat ik net liet zien met die crop top. En ik vind dit gewoon echt een hele gave kleur. En deze joggingspak kun je dan ook dragen in de winter, in de herfst. Het is niet zo'n heel opvallend kleurtje. Dus deze kan ook in de zomer. En ik vond deze gewoon zo vet. Maar het bestaat dus uit een joggingsbroek. Dat is namelijk deze. En mocht je deze joggingspakken nog niet hebben of nog nooit hebben gepast, ga het dan zeker doen. Want deze zijn zo mega lekker zacht. Aan de binnenkant zit ook een heerlijk vliesstofje. En ze zitten echt zo mega chill. Kijk, hij ziet er zo uit. Hij heeft hier ook van die zakken. Hij heeft van die touwtjes waardoor je hem kunt aantrekken. En verder sluit hij aan de onderkant door middel van dit. Het samengetrokken effect. En dat vind ik zo fijn zitten. Dit zijn echt de perfecte joggingbroeken. En daarbij hebben ze dan ook dus truien die gewoon helemaal dezelfde kleur hebben. En dat is super leuk om natuurlijk samen te dragen als set. Maar je kunt dit ook apart dragen van elkaar. En dat vind ik dus ook leuk. Maar dit is dus een trui. Valt ook wel iets oversized. Heeft op de achterkant zo'n streep. Dat maakt het nog iets specialer. Dus dit is gewoon echt een mega leuke set om samen te combineren. Maar dus ook om los van elkaar te dragen. En de trui heeft aan de binnenkant ook weer een heerlijk vliesstofje. Dus echt, dan ben ik al helemaal verkocht. Ik hou er gewoon van als joggingspakken en truien een vliesstofje hebben. Want als we dat niet hebben, dan ga ik het waarschijnlijk toch niet dragen. Want ik ben echt een koukleum. Dus ik heb het echt altijd koud. Maar dit maakt mij heerlijk warm. Dus echt heel fijn. De trui heb ik in een maatje S en kost €12,95. De broek heb ik ook in een maatje S. En de prijs staat hier niet op. Maar ik heb het even opgezocht. Deze kost €17,95. Dus dan heb je gewoon voor ongeveer €30 een super fijn joggingspak. Dus echt een aanrader. En ik koop dus bijna altijd al mijn broeken bij de Zara. Ik vind die broeken gewoon super mooi en ze zitten ook gewoon heel fijn. Alleen het enige nadeel bij de Zara broeken vind ik gewoon de maten. Bij de ene broek heb ik een maat 36, bij de andere een 34, de andere een 38. Het verschilt gewoon echt altijd. Dus dat vind ik bij de Zara meestal echt wel een minpunt. Ik heb er nu ook weer twee besteld. Want ik vond deze er op de site gewoon zo mooi uitzien bij het model. Dus ik dacht, ik ga het er gewoon op wagen. Maar ik heb nu alleen maar een maatje 36 besteld. Dus ik ben benieuwd hoe deze zitten. Dus we gaan het zien. Oké, ik ga gewoon even beginnen met de denim kleurige broek. Ik vond deze dus echt super super gaaf. Het is gewoon een hele mooie denim kleur. Ik vind dit echt een perfecte denim kleur. Kijk. Zo loopt, die heeft ook geen gaten, want daar ben ik tegenwoordig niet echt meer zo van. Ik vind dat gewoon, ja, het is ook nu sowieso te koud, maar ik vind het ook gewoon niet zo fijn. Want de gaten gaan op een gegeven moment zo erg inscheuren dat je de broek gewoon moet weggooien. En dat vind ik gewoon zonde. Ik was eerst wel heel erg van broeken met scheuren en gaten, maar tegenwoordig ben ik daar wel echt wat minder van. Maar dit is dus gewoon een super mooie straight fit broek. Dat is echt tegenwoordig mijn go-to broek. Ik hou van straight fit broeken. Aan de achterkant zit die zo. Ik ben echt mega benieuwd hoe deze gaan zitten. En vooral dus ook met de maat. Want ik heb een maat 36 besteld. Maar ik vind hem er best groot uitzien. Dus ik ben heel benieuwd. Verder gaat hij open en dicht met een rits en een knoop. En ze noemen hem de Straight Fit High Rise Regular Length Broek. Dus als eerste heb ik hem in het blauw. En dan heb ik precies hetzelfde model broek. Ook in een donkere kleur. En ik moet jullie zeggen, ik heb echt bijna geen donkere broeken. En een donkere broek is ook echt altijd handig om te hebben. Hij ziet er gewoon precies hetzelfde uit. Ook weer zo'n straight fit broek. Kijk, heel leuk. Hij loopt hier ook weer wat lichter. Dat vind ik ook leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dit staat. Want zoals ik al zei, ik draag bijna nooit donkere broeken. Dus ik ben heel benieuwd. Aan de achterkant zit hij zo. Dus ja, ik ben echt mega benieuwd. Ik vind hem wel heel leuk eruit zien. En deze gaat ook weer dicht door middel van een rits en een knoop. Dus ik ben heel benieuwd. En allebei de broeken heb ik dus in een maatje 36 en kosten €29,95. En dit is weer de productcode. Dan gaan we door naar echt een mega mooie basic top weer. Deze zag ik en deze was ook nieuw in de collectie. En deze vond ik zo vet. Alleen nu ik hem zo zie, doet dit topje mij heel erg denken aan letterlijk iets wat ik al in mijn kast heb hangen. Zoals jullie kunnen zien is het dus een zwart topje. En het topje heeft ook een heel klein
dun ribstofje. En het heeft een best wel wat wijdere neklijn. Het is ook een beetje een soort vierkantachtige, rechthoekige neklijn. En dat vond ik dus bij dit topje wel heel erg leuk. Hij valt ook weer krop. En ik heb hem nu dus in het zwart besteld. Maar ze hebben hem ook nog in het wit. En ook nog in een soort taupebruinachtige kleur. Maar ik vond deze kleur het leukste. Ik vind dat zwart mij ook wel wat leuker staat als wit. Omdat wit mij nogal bleek maakt. Vooral nu in de herfst en de winter. Maar in de zomer ben ik wel iets bruiner. Dus dan vind ik wit ook wel leuk. Maar ik ben dus nu gewoon gegaan voor zwart. Deze top heb ik in een maatje S en kost €12,95. Dan zie ik dat ik nog een zwarte top heb besteld. En volgens mij heb ik deze top dus ook al ooit gepast in een passokjesshopblog. Maar ik zag deze dus laatst bij iemand in een vlog voorbij komen. En toen vond ik hem zo leuk bij haar staan dat ik dacht van... Oké, ik ga hem ook nog een keer proberen. Maar nu snap ik weer waarom ik hem toen niet heb genomen. Want deze valt echt best wel groot. Ik heb nu een maatje S genomen. Maar hij is echt heel groot en lang en dat vind ik gewoon niet zo leuk. Ik vind het wel leuk als je juist een beetje buik ziet en bij deze is het helemaal niet. Wat dus zo leuk is bij deze top is dat hij ook weer hier een wat ja, vervormende neklijn heeft, om het zo maar te zeggen. Kijk, je kunt zien hij loopt wel wat wijder, maar dat vind ik dus juist wel leuk, ook bij de vorige top, om dan helemaal te combineren met allemaal leuke kettingjes en zo. Want dat maakt ja, zo'n top toch wel echt veel leuker. Dus dat is deze zwarte top. Hij heeft ook weer een soort ribstofje. Eigenlijk precies hetzelfde stofje als wat we net hadden. Maar ik vind deze gewoon echt heel groot. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als ik ook echt een broek aan heb en zo. En echt een hele outfit ermee heb gecombineerd. Maar ik denk dat ik hem wel echt te groot vind. Maar ja, we gaan het natuurlijk zien bij de aanbeelden. Ik heb deze in een maatje S en hij kost €17,95. En dan gaan we alweer door met het allerlaatste item van deze shopblog. Dat is namelijk dit te leuke topje. Ik heb heel veel topjes gekocht zoals jullie kunnen zien. Maar zoals ik al zei, ik heb gewoon heel veel basic items gekocht. Want ik was daar gewoon naar op zoek. En de Zara had ook gewoon echt dus zo mega veel basics. Echt als je nu naar de site gaat, dan zie je alleen maar basic dingetjes. Ze hadden ook best weinig kleur in de collectie zitten. En nog helemaal niet echt lente en zomer dingen. Ze hadden nog best wel gewoon ja, veel herfst en winter dingen. En dus gewoon heel veel basics. Want ja, daar kun je natuurlijk nooit in misgaan. Maar ja, dit is een topje. Ik vind hem zo vet. Deze heeft ook weer hier iets bij de neklijn. Je ziet wel dat dat tegenwoordig gewoon helemaal in is. Maar ik vond deze kleur dus heel gaaf. Normaal heb ik dit helemaal niet, maar ik vind dit dus wel leuk. Ik denk ook wel dat het kan. Ik weet ook niet of dit mij heel bleek maakt, dus misschien is het wel helemaal niet mooi. Maar kijk, jullie kunnen zien, het stofje is een heerlijk ribstofje. Hij heeft ook een soort turtleneck, hoe noem je zoiets? Het loopt gewoon iets hoger, een colletje. Niet per se een colletje, maar het loopt gewoon iets hoger. En dan zit hij dus, ja, hier zit een gat. Ik vond het zo leuk. Ik denk ook dat dit wel heel leuk is voor uitgaan. Maar ook bijvoorbeeld met uit eten of gewoon een normale dag naar werk of stage. Ik weet niet. Ik denk dat het op zich wel leuk is. Ook weer om te combineren met kettingjes of zo. I don't know. Je moet er gewoon eventjes een outfit mee maken. Verder zien de mouwtjes er gewoon zo uit. En aan de onderkant loopt het ook een beetje als in een soort kachtelrandje of zo. Wat ik ook wel heel leuk vind. En aan de achterkant ziet hij er zo uit. Maar bij deze vond ik vooral het model en de kleur dus heel leuk. Ze hadden ook alleen maar deze kleur. Ze hadden niet wit of zwart of zo. Ik heb deze top in een maatje S en hij kost €15,95. En dat waren dan alle items die ik deze keer heb besteld bij de Zara. Ik ben zelf echt heel erg benieuwd wat jouw favoriete item was van deze hele shopblog. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe shopblogs, vlogs en andere soort video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!